smakelijk gestaan. Zou de dans van vreugde zijn, zou de echte bruidel zijn. In feite zijn dat pamfletten tegen wat dat er toen leefde, zijnde de Inquisitie, zijnde de Spanjool. Vreugde, is dat een realist? Een surrealist of een gewurlandist? Meester Bruegel, kom maar binnen in de lichte van de kroon. Het is belangrijk om de evolutie te zien. En niet vergeten dat Bruegel een paar uur geboren is na de dood van Leonardo da Vinci. Da Vinci is ook in 19 gestorven, doorvergens de 500 uur. Dan Esprit heeft een dodelijk mei gekregen. En dan beginnen we toch in dat surrealisme te komen. Dat we allemaal messages hebben.